Beste kijker, wist je dat de Nieuwe Wereld ook zelf boeken uitgeeft? Als je je aanmeldt voor onze Petje Af, krijg je 30% korting op al onze publicaties. Wil je meer informatie? Klik dan op de link in de beschrijving of stuur een mailtje naar redactie@denieuwewereld.tv. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag zijn bij mij te gast Gerard Visser, filosoof, en Mark Wildschut, filosoof en vertaler. En we gaan het hebben over het boekje Vita Contemplativa van Byung-Chul Han, waar wij al eerdere werken van vertaald hebben. Heren, welkom. Ja, Byung-Chul Han. Een werkje dat ik denk 22 in Duits verschenen is. Recent, hè, Mark? Jij bent weer degene geweest die het vertaald heeft voor uitgeverij De Nieuwe Wereld. Een wat opmerkelijk thema, zou je bijna denken. Vita contemplativa. Het contemplatieve leven. Een beetje haaks op de tijdgeest. Schrijft Han een pleidooi voor untätigkeit, in activiteit. Ja. Er stond een recensie in Trouw met 1 ster. Daar was je niet blij mee. Wij ook niet. Maar misschien toch goed om daar even mee te beginnen. Wat gebeurt daar? Nou ja, dat is een vraag die mij oproept. Het was zo'n afkrakende recensie. Ik heb geloof ik nog nooit een recensie gehad van een boek of film of wat dan ook in Trouw die zo negatief was. Het was dus... vond ik eigenlijk wel enigszins chockerend. Zo van, dit boek moet je niet per se niet lezen. Elk boek over contemplatieve leven is beter dan dit. Als het een student was geweest, zou het zijn teruggestuurd, staat er in die recensie. Doe het over. Je krijgt op een gegeven moment... Dus die kritiek is zo hyperbolisch dat je vraagt, wat is hier aan de hand? Ja. Hey, ik ben recent in Berlijn geweest, de grootste boekhandel van Duitsland. Daar is een hele Han-kast. Hè? In Duitsland is de man echt heel erg populair. Nou, zegt dat niet alles. Mm. Je kan zeggen, dat is dan populistisch. Zou je het kunnen duiden. Maar ook de recensies daar zijn positief. Mijn eigen vriendin mijn geliefde heeft een hele mooie stuk over dit boekje gedaan voor de radio. Wordt gewoon goed ontvangen. En heel breed gelezen. En dat dit dan zo wordt weggezet. Dan vraag je echt... Nou, ik vraag het ook aan jullie. Wat is dit? Ja. Ik begrijp het niet. Eerlijk gezegd. Ook het soort argumenten dat het onleesbaar zou zijn. Nou, we zullen straks misschien iets voorlezen. Ik heb zelden een helderder leesbare filosofische tekst gelezen als Han. Dat is toch wel het laatste wat je hem... voor de voeten kan werpen, dat het niet goed leesbaar is. Dus ik vind het vreemd. Nou, het sluit hebben jullie daar een idee over? Het sluit misschien wel aan op een van de thema's. Heidegger zegt het ook ergens, het woord mogelijkheid en ook vermogen oorspronkelijk terugwijst naar mogen, zoals je ook iemand mag. Ja. Dus er zit ook in deze reactie ook iets van weerzin. Ja. Dus juist het niet mogen. De vraag is ook wanneer je iemand echt niet mag of je hem dan überhaupt leert kennen. En dat kun je bij dat soort recensies natuurlijk wel afvragen. En ook dat het slaat dus dicht of naar binnen in plaats van dat het iets opent. Het werd in de recensie die ik gelezen heb, werd het vergeleken met een scriptie. Hè? Mm-hmm. Dat was in ieder geval de maatstaf of het criterium. Als dit een scriptie was geweest, ja, was die afgekeurd. De recensenten, de betreffende studenten, teruggestuurd. En dat werkt de vraag naar de vorm van dit boekje. Ja. Hoe zouden jullie dit kwalificeren? Ik dacht zelf eerder aan een pamflet. Ja. Is iets te zwaar, pamflet. Maar weten jullie een andere term? Want het heeft een eigen vorm, dit boekje. Ja. Nou, het is het werk sowieso van Han, maar misschien Mark als vertaler. Ik zie het wel als pamfletistisch. Ja. Hè? Het is de basis van wat hij in al zijn boeken doet, is toch echt maatschappijkritiek. Dat is hè, ook in lijn met de Frankfurter Schule. Adorno is ook een belangrijke bron van hem. En de techniek-modernistische kritiek van Heidegger. Dat is volgens mij zijn achtergrond in al zijn boekjes.
En wat voor vorm krijgt dat dan? Inderdaad, een soort hele felle pamfletistische vorm. En dat vind ik, ja, dat vind ik wel heel erg mooi. Daardoor is hij ook natuurlijk heel erg scherp. Daardoor kan hij zich losmaken. Het is geen argumentatief betoog. Dus als je dat zoekt, maar, dan mis je iets. Ja, maar goed, een pamflet, dat kan ook op een manier zoals die recensent dat misschien verwacht had. Hè? Dus dat, ik kan me een heel mooi boekje herinneren van wat ik vorig jaar las. Hij heeft in coronatijd geschreven, acteur Ramzi Nasser. En dat vond ik buitengewoon knappe analyse van wat er vandaag de dag aan de hand is. Maar dat was van een niet-filosoof. Iemand die gewoon een hele oorspronkelijke intuïtie heeft en een heel mooie schriftuur had hij. En ik vond het een heel mooi boekje. Mogelijk dat ze wellicht iets dergelijks verwacht had. Maar wat in dit boekje gebeurt, en dat vond ik bijzonder, is dat zij hier filosofische posities bij elkaar brengt. Het is niet een kwestie van, natuurlijk, je kunt zoveel boeken schrijven vanuit een psychologische invalshoek over hoe je contemplatiever kunt leven en wat de zin daarvan is. Dat verstaat iedereen. Mm. Maar wat in dit boekje gebeurt, en dat vond ik een van de pluspunten, is dat hier filosofische posities bij elkaar gebracht worden. Want jij vermeldt dan Heidegger, Walter Benjamin, wat op zich al apart is dat die samengebracht worden. Maar als je het eerste hoofdstuk goed leest, dan is dat eigenlijk qua zijnsbegrip helemaal op Deleuze gebaseerd. Mm. Op een Nietzscheaanse achtergrond, want het grondwoord is intensiteit, opgevoerde levendigheid heb je vertaald. Maar dat zijn heel verschillende posities die hier in dit boekje bij elkaar gebracht worden. En als ik bij mezelf naga wat mij in afgelopen decennia of eigenlijk je hele leven gestoord heeft, is dat de filosofie nog altijd uit posities bestond. Hier in Nederland bijvoorbeeld ook. In Nijmegen heb je een Nietzsche-club en daar heb je zo'n club en zo'n club. Terwijl de tijd al lang rijp is dat die stemmen bij elkaar gebracht worden. En dat vond ik het mooie aan dit boekje, dat het een orchestratie van stemmen is die eigenlijk allemaal geschaard staan rond hetzelfde euvel, dat we omkomen in de stress en de hectiek. Ja. He, dat, en dan vermoed ik een beetje, omdat het is natuurlijk wel zwaar wat je natuurlijk net zegt, had een bepaalde weerzin of neiging, of hoe zei je dat? Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk voorzichtig, moet je zijn. Ik ken de hele recensenten niet. Dat zo iemand niet gewend is blijkbaar zelf trajecten af te leggen binnen de filosofie die ertoe doen. En dat je bij wijze van spreken al tevreden bent en je geeft 4 sterren. Als je in Trouw kunt zeggen van dit brengt iedereen verder. Hè? En dat je ook met een psychologisch boek datzelfde kunt bereiken. Nee, daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dat hij attent maakt op wijsgerige trajecten die eigenlijk allemaal antwoord proberen te geven op datzelfde. Mark? Ja, ik weet het niet. Ik kan ook niet in haar huid kruipen. Ik vermoed dat het ook iets te maken heeft met de kritiek op Hannah Arendt in dit boek. Dat is natuurlijk vrij uitdrukkelijk. En Hannah Arendt heeft natuurlijk een soort heilige status zo langzamerhand in Nederland. Het lijkt soms de enige filosoof die nog gelezen mag worden. We hebben het ook uitgegeven. Je hebt het ook vertaald. Niks tegen Hannah Arendt. Maar dat neemt Han hier een positie in het gesprek, zou ik bijna zeggen, met Arendt. Want hij is natuurlijk zeker niet alleen maar kritisch op Arendt. Maar dat speelt misschien een rol, maar het blijft natuurlijk een beetje koffiedik. Ja. Van wat daar bij haar achter zit. Over de vorm wil ik nog wel iets zeggen, want daar ging het ook even over. Hè. Pamflet is natuurlijk dat met dit boek past het eigenlijk weer niet, want dat is dan eigenlijk wel echt activistisch, hè? Pamflet, of zeker als het in politiek past, past eigenlijk niet. Ik zie het als een mozaïek. Ja. En dan zie ik ook al die boeken van hem, hè? Die essay zelf, elk essay is zelf een mozaïek, dingen herhalen zich. Het knappe vind ik eigenlijk dat hij een toegankelijke tekst elke keer rond een bepaalde thema, bijvoorbeeld thema pijn, over de pijn, dit keer dus over de contemplatie. Vorige boek Infocratie over de sociale media, zeg maar. Elke keer pakt hij een thema om daar rond
heel knap gekozen citaten. Zet hij als het ware brokstukjes neer, waar die toch gewoon moeilijke filosofen, Heidegger, Benjamin, noem maar op, Adorno, dat lees je niet even, die laat hij zijn lezers toch lezen. Hij geeft prachtige citaten, maar niet in een lang betoog over Heidegger, over Nietzsche, over Adorno, maar hij geeft elke keer een stukje en later komt het weer terug. En in al die boekjes zie je dat terugkomen en zo ontstaat er een soort mozaïek. Ik zie het als een soort mozaïek waar langzamerhand een beeld van een heel bepaald soort maatschappijkritiek uit opbouwt. En dat vind ik heel erg knap. Ja, dat stemt overeen met wat ik zelf het orchestreren van stemmen noemde. Ja. Nou hadden we hier niet alleen een recensie, je had nog iets gelezen in de krant, Mark. Wat heel erg betrekking had op Han. Ja, ik was gisteren in de Rode Hoed en toen werd de Abel Hertzberg lezing van Timmermans aangekondigd. Want het is gisteren in de Rode Hoed in Amsterdam geweest. Mm-hmm. En het stond vanochtend al afgedrukt in de Trouw. En ik moest meteen denken aan deze... Wat zal je zeggen? Kritiek op het handelen. Om het maar zo eventjes te zeggen. De politiek is vita activa. Dus Timmermans. Precies. Wat lezen we dan? En dan lees ik. Ja, ik laat beginnen met zijn slotwoord. Het is duidelijk. Hè, dat is voor hem is dat meteen duidelijk. Het is duidelijk. Wie nu verantwoordelijkheid draagt en niet alles op alles zet om doortastend te handelen, verspeelt de toekomst. Ja. Nou, is dit een politicus, die moet ook wel handelen, dat snap ik ook wel. Maar je komt bezinning of nadenken of reflectie kom je in dit stuk niet tegen. En nog één citaatje, vond ik ook opvallend. Hij verwijst terug naar zijn verleden, zegt hij. Ja, om in het beeld van mijn voormalige zuil te schetsen, dus... Daar. Er zijn twee soorten pastoors, zegt hij. Kan hij zich van vroeger herinneren. Zij die op de winkel passen en zondags hun preken afsteken. Mm-hmm. En zij die worden aangesteld om nieuwe kerken en kathedralen te bouwen. Deze tijd vraagt om bouwpastoren. Sterker nog, om kathedralenbouwers die het geduld op kunnen brengen om een plan voor decennia te maken. Ja, is dat zo vanzelfsprekend? Ik denk dan... hadden we maar wat beter op de winkel gepast. Hè? Als er meer pastoors waren geweest die op de winkel hadden gepast... en preken hadden afgestoken dan activisten die de wereld wilden verbeteren... dan maar, zaten we niet met de problemen, dat denk ik, waar we nu maar in zitten. Het is fascinerend, omdat Han natuurlijk ook die hele discussie over het milieu... eigenlijk op een ander plan probeert te brengen... Natuurlijk ook geïnspireerd door zijn studie van Heidegger, maar ook zijn duidelijk diepe bewondering voor Hölderlin, de romantiek. Een soort andersoortige natuurervaring. Hij bekritiseert zelfs het hele populaire notie van antropoceen. Ja. Dus alsof de mens daarmee de natuur inbrengt volledig in zijn eigen geschiedenis. Ja. Alsof die En daarmee eigenlijk ook die natuur tot alleen maar object van techniek maakt. En dat spreekt wel hier heel erg uit. Hè? Ja, en het is natuurlijk... Het is echt om met Spengler te spreken, dit is echt de Faustische mens, hè, deze... Ik weet niet of je dit zo in absolute zin kunt... Nee, maar daar wil ik even aan toevoegen. Er wordt ook gesproken over het geduld opbrengen om een plan te ontwerpen voor de komende decennia. Ja. En dat is in de afgelopen 12 jaar, in elk geval in Nederland en elders ook niet gebeurd. En nog altijd niet. Ja. Er wordt alleen maar gelet op de portemonnee en op de kiezers en verder... Dat is ook zo. Dat is de andere kant. Ja. Ja. Maar het gaat er even om... Want nee, maar het is de eenzijdigheid. Ook Han in dit boekje, ondanks die kritiek daarop, zegt... Hij zegt bijvoorbeeld over... Het gaat er niet om niet te handelen. Maar om het contemplatieve aandeel aan het handelen te vergroten. Ja. Dat zegt hij ergens heel duidelijk. Hè? En ik mis gewoon toch... Dat contemplatieve aandeel mis ik ook in deze lezing van Timmermans. Dat vind ik toch wel... vind ik essentieel. Dan krijg je, hoe ga je er nu mee om? Ja, door een
een plan uit te rollen. Je ziet al wat het. Nou ja, laten we geen politieke discussie gaan voeren, maar. Nee, maar het is wel vrij fundamenteel. Ja. Want ook hoe Han natuurlijk ook op Heidegger teruggrijpt en die notie van bezinning inbrengt. Ja. Heeft natuurlijk alles te maken met dat in zijn optiek, ook Hans optiek, de redding niet alleen gelegen kan zijn in een technische oplossing. Precies. Voor een technisch vraagstuk, maar dat die natuur als zodanig zich op een andere manier gaat aandienen. Dat daar een openheid ontstaat, om in Heidegger's zin, waarin de natuur iets anders te zeggen kan hebben. Ja, maar ook in de eerste plaats een ander begrip van onszelf. Absoluut. Dat we ergens anders komen te staan. Ja. Niet meer tegenover de dingen. Ja. Maar dat je daar integraal deel van uitmaakt van heel de natuur. Maar zo begint het ook, hè, bij Han. Ja. Hè? Dat hij zich keert precies tegen het feit dat we ons losgeuren. Ja. Nou ja, en eindigt hij in die romantiek. Daar hoort diezelfde gedachte bij trouwens. Van die theoria als ook verschoning. Ja. Hij gebruikt het woord. Ja, en hij gebruikt er ergens ook de verschoning die je bij Hegel op een heel andere manier ingezet krijgt, waar het gaat om een soort verzoening. Hegel begrijpt dan natuurlijk die verzoening op een andere manier dan Hölderlin. Maar een verzoening met de natuur. Die is. Nou ja, goed. Het is een... Maar we hebben nog meer. Ik denk dat het voor iedere oorspronkelijke filosoof wel geldt dat hij een eigen stijl of een eigen stem heeft, die ook in de vorm tot uitdrukking komt. Ik bedoel, als je van Plato naar Aristoteles gaat, Plato's dialoog, natuurlijk hangt ergens samen met natuurlijk ook de tijd waarin die filosofie opkomt, maar is ook een keuze en ook een heel eigen vorm van spreken. Ik denk, als je Nietzsche neemt of je neemt Heidegger, het is niet alleen maar een genreverschil, maar het type filosofie vraagt ook om een eigen, bijna een eigen vorm. En die heeft ook iets met die tijd te maken, op de een of andere manier. En ik heb al een keer eerder ook met betrekking tot Han gezegd, het lijkt ergens, en dan moet ik even aan McLuhan denken, van The Medium is the Message. Hij schrijft over bijvoorbeeld Infocratie, het vorige boekje wat we ook hebben uitgegeven. En McLuhan heeft het over hybridisering. Dat vind ik wel een mooie gedachte. Alsof die tijd ook meespeelt, als het ware, in de manier waarop iemand schrijft. Dus alsof eigenlijk al iets van internet, bijvoorbeeld, ook in Hans stijl zit. Hoezeer die ook anders is en anders schrijft. Maar er zit juist ook kritisch. Ja, en dat zit hier ook. Ja, ja. Er zit in dit boekje, zit ten opzichte van een tekst van Heidegger, zit er veel meer haast, bijna. Er gebeurt iets. Wat bedoel je dan? Nou ja, dus er zit iets. Want dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, hoe moet je dat zeggen? Hij laat niet ervaren wat hij zelf bepleit. Noem maar één voorbeeld. Nou ja, ik heb 23 jaar college gegeven op de maandagavond over Heidegger's vraag naar de techniek. 32 pagina's, 13 avonden, 2 jaar 14 avonden en ik heb het boekje nooit uitgekregen. En wat ervaar je dan in de loop van zo'n cursus? Wat gelatenheid inhoudt. Hè? Okay. Nou ja, dus dat van is vraag dus, naar dus, vraag naar vraag en dan is dit haast het tegendeel. Ja, dat bedoel ik. Dus er gebeurt iets. Maar dit is geen kritiek, begrijp me niet verkeerd. Nee. Maar hij en je zegt van we zien een kast staan in Berlijn. En dat is denk ik ook de kracht. Hij kan als het ware in zijn manier van schrijven iets bij mensen teweeg brengen of raken die op dit moment maar weinig filosofen dat op deze manier kunnen. Een groot publiek bereiken, terwijl die toch in dat orkest van stemmen iets wezenlijks aanraakt. Ja, ik zie het zo, dat nou ja, hij raakt het aan en verwijst mensen daarna. Ja. Ik heb het ook gewoon gemerkt. Ik heb gemerkt met mensen ook mensen die ik in mijn therapieruimte krijg, die dat lezen en die dat dan als aanwijzing nemen om die boeken ook te gaan lezen. Ja. Dus dat, zo werkt het echt. En dat vind ik echt heel erg mooi. Dus ja, terwijl het toch een eigen stem is ook. Hè? Dus het is een eigen stem, maar hij zet aan tot lezen. Of overdenken ook van degene die
gebruikt. Ja. He, of mag ik, inzet. Ik moet denken aan de dinggroep. Die waren helemaal in het begin jaren 80. 81. Waarom? Omdat dat voor beginnende filosofen, beginnende studenten, gaf dat een palet aan. Wie kwam er dan langs? Heidegger een stukje over het ding. Kant een stukje over het ding. Maar ook Ponge over het ding. Ook allerlei kunstenaars. Dat was ongelooflijk openend. Die tekst van Heidegger was hartstikke moeilijk. Eigenlijk voor een eerstejaars student veel te moeilijk. Maar wel, je werd wel geprikkeld. Je werd wel, dacht van, wat is dit? En dat, voor mij heeft dat de ruimte van de filosofie geopend. Hey, maar, in plaats van dat je meteen Kritiek der Reine Vernunft gaat lezen. Toch even, ook omwille van de kijker zelf, Mark. Want we zitten aan het reflecteren over hem. Misschien hadden we dit aan het einde moeten doen. Maar we zijn er zo in verzeild geraakt. Toch even, wat is nou de inzet van dit boekje? Vita Contemplativa. Je zegt cultuurkritiek. Nou, ik denk dat wat... hij heeft natuurlijk prachtige stukken ook over wat het denken bij de Grieken is geweest. Wat het denken in de middeleeuwen is geweest. Wat het denken... Dus dat contemplatieve leven is voor hem wat filosofie zou moeten zijn. En is helemaal weggeraakt. Ja, want het is fundamenteler. Hè? In die cultuur zegt hij, we staan er ook niet meer stil. Hè? Ik bedoel, want het gaat ook over bijvoorbeeld het ornament, het aankleden. Dus het gaat ook over, laten we zeggen, alles wat te maken heeft met de kosmos of de versiering. Wat niet in termen van efficiëntie begrepen kan worden, functionaliteit, nut. Maar wat te maken heeft met... verwijlen, zoals hij het noemt. Het is zijn, dus geconcentreerd in dit boekje, zet hij neer, zijn suggestie ten aanzien van de vraag, hoe kunnen we weerstand bieden aan datgene wat een Hartmut Rosa bijvoorbeeld versnelling noemt, wat al teruggaat, marxistisch gezien, tot het vrij worden van land, kapitaal en arbeid, de vrije markt die ontstaat, in Heidegger's techniekanalyse enzovoorts. Hè? En dan komt hij met deze suggestie dat een ommekeer, die vergt in eerste instantie dat we weer voeling krijgen met het onmisbare belang, ook onmisbaar voor het handelen, van het contemplatieve, van een contemplatief leven. En daar haalt hij dan allerlei voorbeelden van aan, maar dan ook niet alleen voorbeelden van contemplatie uit het verleden. Hmm. Het contemplatieve denken bij de Grieken en in de scholastiek. Maar ook dan moderne critici die dan een pleidooi houden. En haalt hij allerlei citaten van aan. Walter Benjamin over het wachten. Heidegger over gelassenheid. Die dan dit onderstrepen. Mijn vraag, als ik hier wel meteen bij aan mag sluiten. Natuurlijk. Ik werk al sinds 20 jaar in een project over het motief van gelassenheid, gelatenheid. Heidegger, kort kun je die zo samenvatten, in een technisch georganiseerde wereld, waar we onvermijdelijk heen onderweg zijn, kunnen we alleen overleven bij gratie van een houding van gelassenheid. Zo zou je Heidegger kunnen samenvatten. Wat mij verbaast in dit boekje, of een vraag, en die zou ik handig gesteld hebben, keer je niet louter vita activa en vita contemplativa om? He, waarom niet in plaats van untätigkeit van gelassenheid spreken? Dat zou een vraag van mij aan hem geweest zijn. Ik weet niet of jullie dat ervaren hebben, we kwamen er tegen, Mark, toen jij mij vroeg een keer over dat... Ik zit gewoon in het verlengde, ik zie dat echt bijna als hetzelfde. Jij ziet dan, omdat je dat je thema is, zie je daar een heel groot onderscheid, maar ik zie dat echt als hetzelfde. Ja. Hij had het inderdaad ook... Nee, maar het is in het boekje ook zo, dat het in het begin, toen ik het begon te lezen, bladzijde 11, niets doen, hebben we ook een vraag. Je hebt mij toen gevraagd, hoe zit dat met dat niet doen of niets doen? En er is natuurlijk nog een ander puntje, de man heeft een Aziatische naam. Mm. En wat mij opviel, één, is dat Aziatische proefje, vooral in zijn omarming van de romantiek, dus de verhouding tussen mens en natuur, die bij hem veel gemakkelijker, veel soepeler is dan voor ons wellicht. Maar anderzijds verbaast het mij
dat ik helemaal geen verwijzing aantrof, afgezien van dat kleine hoofdstukje over Zwangse, ja, met dat voorbeeld van die beenhouwer, ja, naar het gegeven van Wu Wei. Want daar uit, moet, ja, je een onderscheid maken tussen niets doen en niet doen. Want het impliceert, niets doen zou inhouden dat je niet meer handelt. Maar dat is niet de zin van Wu Wei. Dat is niet doen, waarbij het doen een intentionele betekenis heeft, een geforceerdheid, een doelmatig handelen en dat loslaten. Wu Wei is bijvoorbeeld wel door een Belg vertaler en sinoloog vertaald met het, ja, maar niet dan ga je, in actie. Maar ik zie dat niet als een spanning. Kijk, nee, waarom gebruikt hij die ontetigheid? Omdat hij die kritiek op het handelen wil gaan uitwerken. Omdat Arendt zo belangrijk wordt in dat boek. Dus dat is een soort woordkeuze waar dat beter bij past. Maar het is niet een andere zaak. Dus het speelt of het nou over het luisteren gaat. Het later komt ook voor in het boek. Ja, ja, dus ik zeker zie niet in waarom. Maar er is ook op bepaalde bladzijden in het boekje dat ik me afvroeg van, hey, dan toen werd het begrepen dat niets doen als voorwaarde om te kunnen laten gebeuren. Mijn begrip van gelassenheid of gelatenheid is kunnen laten gebeuren. En dat gaat vooraf aan actief en passief. En ja, dat gaat het bij Heidegger in zijn ontzijd al. Dat lassen gaat vooraf aan actief en passief. Dat was gewoon een vraag van mij. Ja. Waarom die dat niet, ja, maar ingebracht wat, heeft. Wat natuurlijk gebeurt, is dat hij dat zo'n woord oppakt, die ontätigkeit, een beeld neerzet van wat jij noemt de versnelling. Hè? Hij spreekt ook over de neoliberale prestatiemaatschappij. Weet je, het efficiëntiedenken, het jezelf neer moeten zetten. Alles uit het leven halen, geen tijd verknoeien. En dat hij vervolgens een hele reeks van fenomenen, want dat is een beetje, vind ik, wellicht misleidend. Ik was althans verrast dat hij dat vita contemplativa gewoon veel breder ging inzetten dan, laten we zeggen, het monnikenbestaan. Of het Aristotelische filosoferen. Nee, het werd veel ruimer. Hè? Dat, ja. het is ook het feest. Hè? We kunnen dan nog het feest waarin een schouwspel eigenlijk tevoorschijn komt. Het ornament, de versiering. Hij brengt eigenlijk dat contemplatieve in een veel wijdere context. Stelt hij het aan de orde dan, laten we zeggen, alleen maar het theoretische bestaan. Dat is niet, hè, zoals we het geneigd zijn te denken. Ja. En hij zegt ook, en dat zie je natuurlijk wel, dat wij heel veel van die elementen ook wegsnijden in het dagelijks leven. Of het nou het verdwijnen is van het ritueel van het eten, of dat we niet meer eigenlijk feest kunnen vieren, of de ceremonie is verdwenen. Het is eigenlijk een heel breed palet van fenomenen die eigenlijk vanuit die invalshoek benadert en ze daarmee ook een ander soort betekenis geeft. Hè? Ik bedoel, dat is het feest krijgt bij hem toch een ander soort strekking dan je in eerste instantie zou denken. En dat doet hij vanuit die ontätigkeit of die inactiviteit. Wat niet passiviteit is of niets doen. Ja, maar voor jezelf zegt hij dat niet met vrije tijd? Was dat moesten trouwens? Moesten, ja. Dus dat is moeilijk te vertalen. Kijk, ontätigheid was zelf al een van de moeilijkste te vertalen begrippen in dit. Hè? Dus je vindt het niet eens in het werk, in het woordenboek. Ontätig staat werkeloos, er staat lijdelijk, er staat passief, er staat geen inactief. Dat is een beetje een lelijk woord eigenlijk. Maar het ging niet anders. Want werkloos heeft weer andere connotaties. Terwijl je inderdaad in ontätig. Ja, wij zijn natuurlijk niet, we kennen het idioom niet of we voelen dat niet aan. Maar we voelen toch enigszins aan, denk ik, dat ontätig, daar hoor je eerder het laten gebeuren in dan in inactief. Nou ja, kijk, heb je een voordeel. Ik denk het wel. Maar kijk, als je nou alleen al dat woordenboek pakt. Een dademens. Als je nou alleen dat woordenboek pakt en je ziet daar werkeloos, leidzaam, passief. Het heeft allemaal, dat is op zich al een ding, hè, dat allemaal een negatieve connotatie heeft. Eigenlijk, als je het,
En dus in die zin schrijft hij al tegen de taal in. Dat heb je met gelatenheid ook. Dat heb je met gelatenheid. Dat is door de reformatie heen gegaan. Bij Eckhart heeft dat een vreugdevolle betekenis, gelatenheid. Ja. En bij Luther wordt het deemoedige aanvaarding. Maar het huidige Duits heeft daar toch nog meer van bewaard dan het, de gelatenheid in het Nederlands, is puur leidzaamheid en berusting in vandalen. Maar een Duitse definitie van humor luidt nog in de waarheid, heitere gelassenheit. Mm. Heitere gelassenheid, een schitterend woord, heiterkeit, maar is niet te vertalen. Ja, dat is bij ons meer uitgelatenheid. Ja, dat is dat. Dat is je feest. Komt het feest binnen. Hij refereert er nog aan zelfs, het uitgelaten zijn. Ja. Dus de... wat ik ook wel een belangrijk element vind om even te noemen. Ik heb een cliënte die wees mij erop, die zit in de kunst en de muziek, en die wees mij erop van, je moet dit boekje vooral aan kunstenaars laten lezen. Ja, ja. En dat vond ik eigenlijk heel belangrijk, want ik ben het met die bril opnieuw gaan lezen. Ik dacht, de aesthesis is centraal in dit boek. Het gaat over schoonheid, het gaat over meer nog dan over filosofie. En dat is natuurlijk ook, Johanne is natuurlijk hoogleraar van de kunsten in Berlijn. Hè? Dat vind ik een belangrijk element. Als je dat met, overal gaat het eigenlijk over de kunst. Over de dans. Over het schilderen, Cézanne. Over de muziek. Over het luisteren. Overal speelt... Cézanne niet te vergeten. Cézanne. Een hele centrale plaats. Ja. Dus dat vind ik ook een manier... Nog even over wat dit voor boekje is. En wie het kan aanspreken. Hè. Dus je kan natuurlijk, als je denkt, ja, ik mis een soort filosofisch construct betoog, dan mis je iets. Maar ik zie allemaal losse stukjes, dat mozaïek, soms zit ik aan in één, daar zit ik nu. Daar heb ik dus wat aan. En dan is dat natuurlijk alleen maar een verwijzing. Als ik zijn stukken over het luisteren lees, dan zit ik helemaal in mijn therapeutische wereld en dan weet ik precies wat dat is. Ik ben met die therapie begonnen vanwege iemand in Utrecht die zei, er zijn maar drie dingen belangrijk. Luisteren, luisteren, luisteren. Nou, daar heb je hem. Het schitterende stuk schrijft hij daarover. Ja, waar je bent. Misschien ook even toch in een van die thema's. Want we zien enerzijds, het is een hyperactieve postmoderne maatschappij... waarin de efficiëntie, het presteren, ook jezelf optimaliseren centraal staan. We zien eigenlijk een commercie die daarop op inspelen. De tijd die eigenlijk wordt gevuld met bedrijvigheid, permanent. En hij doet die stap terug. Hè? Dus dat is die... Ja. En hij begint eigenlijk op allerlei manieren aspecten van inactiviteit, van niets doen of om niet doen in te brengen die juist heel betekenisvol iets te maken hebben met zelfs een het zijn zelf. Hè? Want hij brengt de zijnsvraag in verband met die... En daarmee Heideggeriaanse thematiek hebben. Hij spreekt ook over Hölderlin in dat verband. Toch een paar dingen eruit lichten. Misschien een mooi stuk wat jij zegt, als we het dan toch over mogen hebben. Wat jij zou willen voorlezen. En waar we dat misschien als aanleiding kunnen nemen om... Misschien iets... Ja? Iets gewoon uit het begin om even de toon en de muziek van de tekst... Te pakken, dat het een beetje gehoord wordt. Hè? En dat het ook... Ja, zeker. Ook wel even om te laten zien dat het goed leesbaar is. Oké, bijvoorbeeld, ik begin dan even op bladzijde 10, onderaan. Bladzijde 10, oké. De inactiviteit vormt het humanum. Het aandeel van de inactiviteit aan wat we doen, maakt dit echt menselijk. Zonder moment van aarzeling of terughoudendheid glijdt het handelen af tot blinde actie en reactie. Zonder rust ontstaat een nieuwe barbarij. Zwijgen verdiept het spreken. Ik was gisteren in de Ecclesia van Dingen en daar kwam dat. Daar moest ik aan denken toen ik dit
last, want dan komt dat woord van het Hooglied, hè? Stilte groter dan taal, en dan komt die andere, liefde sterk als de dood. Maar dat slaat hier eigenlijk voor, wat mij betreft. Zwijgen verdiept het spreken. Zonder stilte bestaat er geen muziek, daar heb je die muziek al, maar alleen lawaai en rumoer. Spel is de essentie van schoonheid. Waar alleen het schema van stimulus en respons, van behoefte en bevrediging, van probleem en oplossing, van vooropgezet doel en handeling heerst, verkommert het leven tot overleven, tot naakt dierlijk leven. Het leven krijgt zijn glans pas door de inactiviteit. Raken we de inactiviteit als vermogen kwijt, dan lijken we op een machine die alleen hoeft te functioneren. Het ware leven begint op het moment waarop aan de zorg om te overleven, aan de nood van het loutere leven een einde komt. Het ultieme doel van de menselijke inspanning is inactiviteit. Weliswaar, nog een klein stukje verder. Wat jij wil, ja, nog een klein stukje, nog eentje. Weliswaar is handelen constitutief voor de geschiedenis, maar het is geen cultuurvormende kracht. Niet de oorlog, maar het feest. Niet het wapen, maar het sieraad is de oorsprong van de cultuur. Geschiedenis en cultuur dekken elkaar niet. Niet de wegen die direct naar het doel leiden, maar afdwalingen, buitennissigheden en omwegen vormen de cultuur. De kern van de cultuur is ornamenteel. Zij heeft haar domicilie buiten functionaliteit en nuttigheid. Met het ornamentele, dat zich van elk doel en nut bevrijdt, houdt het leven vol dat het meer is dan overleven. Het leven krijgt zijn goddelijke glans van die absolute decoratie die niets opsmukt. Dan nog een citaat van Adorno. Dat de barok decoratief is, zegt niet alles. Zij is decoratione assoluta. Alsof deze zich van elk vooropgezet doel, ook van het theatrale, had bevrijd en haar eigen vorm werd ontwikkeld. Zij versiert niet langer iets, maar is niets dan versiering. Ja, toch is het wel een heel mondvol, hè? Even, als je het zo leest, het roept bij mij enorm veel vragen op. Hè? Maar, ja. Maar dat doet het in ieder geval. Dus dat doet het ook. En hij raakt ook aan dingen van, ik denk, hey, dat is mooi, maar het is wel wow. Wat heb jij nou? Waarbij dus de voorwaarden echt uitgediept en verankerd moet worden, die er is om deze feesten te onderscheiden van de feesten van de industrie. Hè? Dat is het. Dus de druk van de beleving die zo ver gaat, zoals ik dat zelf ooit genoemd heb, dat ik hem zelfs bespeur in Heidegger's vereenzelviging van zijn met Ereignis. Mm-hmm. Dus elk is zo feitelijk ondoorgrondelijk en zingevend enzovoorts moeten zijn. Snap je? Mm-hmm. Dus die een soort, druk, soort overladenheid. Die verborgen druk. Die er, ja, letterlijk worden die woorden, woorden natuurlijk ook. Het woord beleving werd ingezet ter bevrijding van instrumentele rationaliteit. En intussen heeft diezelfde instrumentele rationaliteit zich volledig van de beleving meester gemaakt. Ja. En het woord zelf is opgetast met een taak die het niet kon dragen. En, dan hoor je dan, hè, als Ad dit even op het, ja, het is wel veel. Ja, maar daarom is dit ook niet genoeg. En komt het later terug. En komt het 3, 4, 5 keer terug. Gaat hij het ook van die events onderscheiden? Feesten worden events en spektakels. Dat komt dan elke keer terug. En dat moet ook, want het is nooit het laatste woord. En dan gaat hij het hebben over de tijds, prachtige stukken over die tijdsstructuur van het feest. Dus het moet precies om het, wat jij zegt, het gevaar wat je loopt. En of dat uiteindelijk lukt, dat weet ik niet. Het blijft een verwijzing, zou je kunnen zeggen. Maar dit is niet het laatste woord, natuurlijk. Ja. Nee, dat is zelfs, maar dan zitten er pareltjes in. Ja. Voor mijzelf, als Benjamin-kenner, was ik verrukt over een kleine tekst over het beste. De titel ontschiet me even. Ik kende dat denkbeelder, maar deze had ik nooit gelezen. En dit zinnetje, dat is zo geweldig. Dus dat dan heeft hij het over, ik hoef het niet op te zoeken, dat er zelfs geen spleet is, in de tijd dan, geen spleet waardoor de tijd binnen kan komen. Ja. Ja.
En dan legt hij het beste uit, maar dan gaat hij niet in, dat hoeft ook niet. Voor mij was al voldoende dat hij dit citeerde. Want dit is een prachtig voorbeeld wat je kunt gebruiken om de problematiek van de tijd uit te leggen. Dat is de horlogetijd of de lineaire tijd. Als je die uitsluitend als tijd ervaart, dan kan er niets gebeuren. Maar dan komt dus de vraag, wat is de tijd die niet binnen kan komen in die lineaire tijd? Ja, en dat is dan moet je het werk van Benjamin betreden. En dan blijkt dat een hoge verwantschap te hebben met wat Heidegger onder de tijd verstaat. Dat is een constellatie die onderweg is. In jouw leven en mijn leven, in een generatie, is een constellatie die onderweg is. En dat is in mijn optiek de taak van de filosoof, om die constellatie te verkennen. En dan terug naar het boekje, is dit dus, om nog even op ons eerste punt terug te komen, dat schoot mij ook te binnen, omdat je, ja, ik zat ook met die vraag van, ja, hoe moet je dit boekje nou beoordelen, als je nou leek bent? Nou, ik denk als die pareltjes. Nou, ik sloot, weet je welk woord mij te binnen schoot? Een bijbeltje, dat schoot mij te binnen. En dan kun je zelfs nog Eckhart bijhalen, die voor elke preek één zinnetje uit die Bijbel haalde. En daar dan een heel verhaal aan ophing, wat je de diepte inbracht. Dus dat is ook een... Maar het neemt niet weg dat ik terug... Ik had het idee dat hij dat fragmentarisch, want het is natuurlijk heel fragmentarisch. Ja. Zelfs in zijn hele korte, bondige zinnetje. Ja. Mozaïek, fragmentarisch. Dat hij dat op een bepaalde manier... Benjamin komt in al zijn essays terug. Hè? Okay. In al zijn essays. Dat hij dat op een bepaalde manier daar ook vandaan haalt. Natuurlijk op een hele andere vorm geeft dan Benjamin. Fragmentarische Parijse passages. Maar dat hij daar ook met zijn... Dat hij eigenlijk al die tekstjes bouwt rond citaten, allemaal. In elk alinea staat een citaat centraal. Dat hij dat een paar meer aan Benjamin heeft ontleend. Nou ja, citaat is voor Benjamin een eigen vorm. Ja. Net als vertaling een eigen vorm is. En wat betekent eigen vorm? Dat er in vertaling iets gebeurt wat in geen enkele andere vorm gebeurt. Ja. En dus is ook citeren een vorm. Alleen wat verstond hij wel onder die vorm? Ja, dan moest je het moment afwachten in je eigen tekst dat dit geciteerd moet worden. Ja. Ik kan mezelf nog aan mijn proefschrifttijd herinneren dat ik een citaat van Heidegger in mijn hoofd had. Wo das eingrenzende Feld kann etwas in dem was es ist nicht anwesend. Ik heb het nergens geciteerd. Want ik kwam blijkbaar nergens bij de plek uit waar je dat moest zeggen. En dan kun je dit boekje misschien ook tegelijkertijd zien als een citaat wat jij mij hebt gegeven, wat altijd in mijn achterhoofd zit. Misschien mag ik aansluiten dat dit boekje tegelijkertijd, dat Han zou erkennen dat het ook een blijk is van de nood van de tijd. Ja. Dat hij de opdracht ervaren heeft om dit soort boekjes te schrijven. Nou ja, dat sluit aan bij waar ik zo even over begon. Ja, dus dat hij in zijn manier van schrijven... Ja. Dus kiest voor een stijl die resoneert. Ja. Die ergens hoort bij. Ja. En dat hij in die modus dus iets kan openbreken. Wat misschien op weinig andere manieren kan. Ook bij een grote publiek. Hè? Ja. Dus het is echt uniek geschreven in dat opzicht. Ja. Ja. Gerard, had jij een passage die... Eigenlijk twee, als je het goed vindt. Ja, dat is prima. Eentje die sluit aan op eigenlijk mijn eerdere vraag. Hè, van als je echt dat onderscheid wilt maken tussen het wezenlijke en het wezenloze. Hè, tussen een echt feest, waar echt werkelijk gefeest wordt. Waar iets gevierd kan en moet worden. Hè. En feesten die je als het ware opgedrongen krijgt, dan moet die untätigkeit, mijn zinziens, verdiept worden in de richting van gelassenheid. Waarom? Omdat gelassenheid een drievoudige structuur kent, die je niet alleen vindt bij Heidegger al in Sein und Zeit, maar als eerste in de preken van Meister Eckhart, dat is die van het loslaten van elke fixatie op de dingen en op jezelf, jij die iets met die dingen wilt. Die hele structuur moet worden losgelaten, te willen van het je verlaten op een leegte die de dingen zijn laat. Die God zijn laat, is dat bij Eckhart. Bij Heidegger die de dingen zijn laat. Maar het is in wezen hetzelfde. En er komt ook hij bij uit. En dat vond ik wel mooi te merken aan het boekje. Hè, dat ik aanvankelijk dacht van, maar je kunt dat toch niet louter omkeren. En het is toch niet louter inactiviteit. Doe toch ook iets. Nou, dan citeert hij hier Heidegger.
Het vroeg... Bladzijde, Gerard? Bladzijde 111. Ja. Het vroeg romantische idee van vrijheid vormt een correctief. Sterker nog, een tegengif tegen de huidige individuele vrijheid. Het berust niet op het zichzelf willen of de wil tot zichzelf in te keren. 131. Oh, ja. Excuses. Sorry. 131. Ja, nog een keer. Het vroeg romantische idee van vrijheid vormt een correctief. Sterker nog, een tegengif tegen de huidige individuele vrijheid. Het berust niet op het zichzelf willen of de wil tot zichzelf in te keren. Maar op het mee zijn of mee willen. En dan een citaat van Heidegger. Het meewillen is het zich in en loslaten in het zijn. Het meewillen is een moeten, maar een moeten dat uit het open toebehoren aan het zijn stamt en daarin terugkeert. Dit toebehoren is echter het diepste wezen van de vrijheid. Wat hierin besloten ligt... Maak maar even af, want dat is wel mooi wat er dan nog komt. Ja, uiteraard. De vrijheid als toebehoren beantwoordt aan het oorspronkelijke idee van de vrijheid. Het woord vrij betekent etymologisch onder vrienden zijn. Het is ook verwant met vrede. Hè? Zowel vrijheid als vriend stammen van de Indo-Germaanse wortel fri, wat liefhebben betekent. Vrijheid is vriendelijkheid. Het laatste vond ik geweldig. Maar wat je hier ziet in dit citaat, is dat het eigenlijke handelen is het meegaan met het wezen van iets, opdat dit zich kan manifesteren. Dus als je bijvoorbeeld vriendschap hebt, dat het samenkomen van vrienden in het teken staat van de vervulling van de vriendschap. Aristotelisch gezegd, Heideggeriaans gezegd, dat gegeven van het meegaan met het wezen. Anderzijds heb ik hier zelf wel een vraag, zou ik hier een vraagteken bij plaatsen, het berust niet op het zichzelf willen of de wil tot zichzelf in te keren. Want dat is een vraag... Die je aan Eckhart kunt stellen, die je aan Hand kunt stellen, die je aan Heidegger op een andere manier kunt stellen. Ja, zelfloosheid. Wat is dat? Is het niet toch een voorwaarde om waarlijk vriend te zijn, dat je radicaal bent ingekeerd in het eigen zelf? Hè? Maar dat is een vraag die ik graag aan de zijlijn parkeer. Hè? Want ik citeer dit met het oog op het gegeven dat die inactiviteit, als je die verstaat als het kunnen laten gebeuren, dat het dan verstaan kan worden met Heidegger als het wezenschenken, zoals hij dat vrij cerebraal plechtig noemt. Maar anderzijds heb ik, dat is mijn eigen vraag ook ten aanzien van Heidegger, en zou hier ten aanzien van Han ook zijn, of hier niet toch het elementaire belang van de zielsdimensie voor een afstand wordt. Maar dat is een andere vraag die door het slot van het boekje ook bij mij gewekt werd. Anderzijds, Ad, mag ik misschien een klein stukje nog voorlezen wat ik het mooiste uit het boek vond. Stuit dat hier op? Ja. Nou, want het aardige is, toen ik dit las, dacht ik, ja, dit zit in mijn proefschrift al. Dus deze duiding van vrijheid. Ja. En het is oorspronkelijk ook verwant met vrijen. Hè? Dus het vrijen, als het liefkozen, de liefde bedrijven, vrij, free, friend. Dat is eigenlijk allemaal diezelfde wortel. Hè? Dat is de... Dus dat is, en daar is vrije eigenlijk een vorm, of vrijheid ook een vorm van toebehoren of binding. Hè? Of wat hij hier. En ik vind dat wel ook wel heel mooi, hoe hij dat gaat verbinden. Hè? Hij noemt niet voor niets Huldelin. Hè? Huldelin. Hè? Dus je hebt dat stukje, dat laatste deel niet gelezen meer. Maar daarom verheft Huldelin de vriendelijkheid, die elke scheiding en elk isolement opheft, tot een goddelijk principe. Zolang aan zijn hart nog de vriendelijkheid, de reine, duurt, zolang meet niet in overmoed zich de mens met de godheid. Dus hoe die de vriendelijkheid eigenlijk tot het menselijke maakt. En dat eigenlijk ook, zo keert hij ook terug naar die romantiek. Hè? Dus dat idee van die... Het contact dat je met het geheel maakt. Want dat is wat hij aan het begin ook ten aanzien van Cézanne zegt. Hè? Dus hoe in de natuur eigenlijk ook wij fragmenteren. En hoe in die natuur eigenlijk het geheel bijeenkomt. En dat verbindt hij ook met die... eigenlijk met die... Jij zegt kunstzinnige of die... Die theoretische ervaring als een vorm van samenvallen met zijn. Zo noemt hij hem. Maar ja, dan kan ook het fenomeen rust worden verdiept. Hè? Want in die zin wordt het boekje
En goed dat je daar ook op wijst feitelijk, Mark, eerder, dat het opgebouwd wordt als het ware. Want als je in het begin van het boekje leest, dan denk je dat hij rust vereenzelvigt met gewoon niets doen. Ja. Maar, en dat is die aanvulling die Ad ook vanuit zijn proefschrift helemaal kent, dat je Aristotelisch en dat ook Heideggeriaans rust vindt in een handeling die ertoe doet. Ja. He, waarbij je het goede voltrekt van iets, daarin rust vindt. En dat is geen beweging, maar energeia. Ja. En energeia is eigenlijk de hoogste activiteit die tegelijkertijd rust is. Nou ja, goed, dat moest ik entelegeia ten volle zijn, hebben ze het wel vertaald. Dat iets in zijn werk staat, zich in zijn werk bevindt. En dat geeft de echte vreugde. En dat is de echte feestelijkheid, wanneer iets tot zijn recht mag komen. Ja. He, en dat is waarom ik pleit voor het uitbreiden van untätigkeit naar gelassenheid in die drievoudige structuur. Want dat zijn bij Heidegger is een ondoorgrondelijke openheid die mogelijk maakt dat het een het ander ontmoet. In plaats van dat het een het ander overheerst. En daar zit weer dat Aziatische in waar de late Heidegger aan raakt. Ja, je wou nog een stukje citeren. Ja, gewoon iets heel eenvoudigs aan het slot wat mij ontroerde feitelijk ook. Kende ik ook niet van Walter Benjamin. Onderaan op 137 en boven naar 138. In la communitatie viene, de komende gemeenschap, maakt Agamben gewag van een parabel over het komende rijk van de Messias, die Walter Benjamin op een avond aan Ernst Bloch verteld zou hebben. Bloch geeft deze parabel zo weer. Een rabbi, een echte kabbalist, zei eens, om het rijk van de vrede te vestigen, hoeven niet alle dingen eerst te worden weggevaagd, voordat zich een heel nieuwe wereld kan aandienen. Nee, dit kopje of deze struik of die steen daar en alle andere dingen hoeven maar een klein beetje te verschuiven. Punt. Dat vond ik zo mooi, dat vond ik net zo mooi als die vriendelijkheid. Mm-hmm. Ik las ooit, ik ben een fan van Ab Alberts, ik weet niet of jullie het oeuvre kennen, van die kleine, hele eenvoudige taal, Ab Alberts. En een interview las ik ooit van hem. En wat had hij nou zijn hele leven als het belangrijkste ervaren? Vriendelijkheid. Gewoon vriendelijkheid. In de hele zachte zin. En een klein beetje verschuiven. En dat is de zin van filosofie die te weinig gezien wordt. Geldt voor kunst, geldt voor religie, voor die sferen. Dat je in de loop van het leven een klein beetje opschuift. Er iets anders in komt te staan. En dat is wat zo'n boekje ook beoogt. Dat je er iets anders in komt te staan. Ik weet niet of jullie dit herkennen. En voor mij is een uitspraak van Charles Olson, een uitspraak, een versregel van een dichtregel van Charles Olson, een Amerikaanse dichter. People don't change. They only stand. More revealed. Mensen veranderen niet. Ze staan alleen een heel klein beetje meer open. Dat vond ik het mooiste eigenlijk. Dat hij uitkomt, deze auteur, bij dat eigenlijk eenvoudigste, simpelste. Je bent een heel klein beetje opgeschoven. Voeg ik wel toe. Opgeschoven in de richting van jezelf. Van het geheim van jezelf. Ja. Maar dan... Dat zijn wel de... Daar tussenin heeft hij natuurlijk wel... Misschien moeten we daar toch ook iets van zeggen. Ja. Die twee grote denkers geplaatst om zijn thema echt te gaan uitwerken. Arendt, ja, Hannah Arendt. En Heidegger. En dat vind ik wel belangrijk om dat even te noemen, omdat ik vind dat hij eigenlijk in dit boekje een vrij heldere... Hij zet het vrij strikt neer. Hij zegt eigenlijk, Simon Said is voor hem, en daar kan je kritiek op hebben, nog een pure filosofie van het handelen. Ja. Dat zegt hij heel strikt. Ja. Dat is Arendt eigenlijk altijd gebleven. Ja. Zo zegt hij. En ik dacht opeens van, nou, dat is misschien wel mooi om dat zo te zien. Arendt zit qua handel, qua politieke filosofie in deze eeuw gewoon aan de goede kant van de geschiedenis. En is om die reden ook altijd politiek filosoof kunnen blijven. En Heidegger niet. Hij heeft in 33 heeft hij eigenlijk al ingezien dat hij aan de verkeerde kant stond. En hij heeft zich van de politiek afgewend. En toen is het pas is hij de bezinning ingegaan in wat Han hier noemt contemplatief denken. Heeft hij eigenlijk met de politiek niks meer te maken gehad. Vond ik wel interessant. Dus hij interpreteert hier Heideggers keren. Ja.
Ja, vond ik ook een heel mooi deel, hoor. Maar ook die kritiek op Arendt. Ik heb daar zelf in het verleden ook me behoorlijk aan gestoord. Ja. Aan allerlei onderscheidingen die Arendt maakt. Terwijl tegelijkertijd, ik behandel er ook altijd, net als ik Heidegger ook behandel. Want ik vind, je moet er wel kennen. Ja. En ze heeft ook wel degelijk iets gezien. Daar gaat het niet om. Maar het is wel heel erg rigide. En ook die duiding, die utopische duiding van die Griekse polis. Waarin ze dat, en ik vind dat hij dat heel mooi ook neerzet. Hoe die vrijheid bij haar eigenlijk een soort individueel activisme gaat worden. Waarin je zelf moet... Hij zei nog net niet van ze bereidt het neoliberale bestaanssubject voor. Maar er zit iets... Dat zij niet, ook niet die rust vindt. Hè? En daarmee ook... Ja, toch dat er iets van druk in dat werk van Arendt zit. Ook in haar idee van vita activa eigenlijk een juist de bezinning wegvalt. Ja, dat vond ik heel sterk in zijn interpretatie. En dat hij ook geen enkele ruimte heeft voor die religieuze dimensie. Nee, wat verbazingwekkend is met die Augustinus. Maar dat zit daar op een bepaalde manier ook in. Dat ze gaat wel naar die God toe, maar dan om terug te keren naar... Eigenlijk zoals Han haar duiding van de God-vergelijking hier inzet. Hij zegt, daar klopt helemaal niks van. Dat gaat over iets heel anders. En dat vond ik wel heel mooi, want dat templum, dat is vita contemplativa, ik had er nooit bij stilgestaan, dat van dat templum komt. Dus dat die religieuze dimensie, hoe die er hierin komt, die vond ik wel heel erg belangrijk. Dat is aardig, want ik ben net, wij lezen altijd een tekst bij onze master. En dit jaar ben ik voor het eerst Plato staat gaan doen. Ik deed Aristoteles. Ik heb Heidegger gedaan, de Silent Side. Ik heb Hegel gedaan, de Grundlinie. Kierkegaard, begrip angst. Nou, ik ben nu de staat van Plato. Staat. En dat begint dus met een hoe Socrates terugkeert. Op de terugweg is van een het feest ter ere van Bendis. Dat is een soort Thracische variant van Artemis. En hoe ze daar dus eigenlijk het schouwspel hebben bijgewoond. En ik dacht, waarom... En dat is dan de vraag waar ik de laatste jaren ook met Plato heel erg mee bezig ben. Hè. Dat is een beetje in de lijn van wat Hilmen, maar ook Karenji doet. Dat in die dialoog eigenlijk al een godheid wordt geëtaleerd. Hè. Dus een manier van kijken en spreken in het dialogische zelf. En hij raakt hieraan en hij haalt notabene Karenji aan. En dat vond ik zo mooi. Ja. En ik denk van waarom komt hij in de straat, komen ze nou terug van Artemis? Ik heb het antwoord nog niet, of Bendis. Ik heb het antwoord nog niet gevonden, maar goed. Hij zegt eerst het Griekse woord theoria. En dat is wel heel schouwen, bladzijde 83. Ja. Duidt oorspronkelijk op het feestgezantschap. Ja, verhip. Ik denk, ja, natuurlijk. Dat is dus precies wat er gebeurt daar aan het begin van de straat. Dat naar een afgelegen plaats trok om een feest ter ere van de goden bij te wonen. Het schouwen van het goddelijke is theoria. Ja, dat is de cruciale. Theoros is de afgezant bij de heilige spelen. Theoroi zijn bezielde godzieners. Nou ja, dus door het feestelijk verheven schouwen wordt de toeschouwer een theoros. Nou, oké. Okay. En hier hangt zijn duiding van het feest mee samen. En dan zit ik op 82. De feesttijd. Ja, de feesttijd is de tijd van het verheven schouwen. Dus als de viering... Ik heb het wel eens met Heidegger's viering in verband gebracht. Is de tijd van het verheven schouwen. Het feestelijkheidsgevoel, en daar verwijs je al naar Karenji, is een verheven zijnsgevoel. Dus, dus hoe in dat feest, dus het zijn als het ware, wordt opgelicht. Feesten verlichten de wereld doordat ze zin en oriëntatie verschaffen. Hè? Maar dat is niet het spektakel. Het feest openbaart de zin van het alledaagse bestaan. Geweldig. Dat is Karenji. Ja, dat is de niet in oppositie. Dat is dat kleine verschuiven waar Gerard het over heeft. Ja, niet de alledaagsheid die... maar juist binnen die alledaagsheid een kleine verschuiving.
Het wezen van de dingen die de mensen omringen en de krachten die in zijn wezen werkzaam zijn. Nou goed, over krachten kun je twisten, maar het feest als een werkelijkheid van de wereld van de mens betekent dat de mensheid in staat is met ritmisch terugkerende tussenpozen beschouwelijk te worden en in die toestand direct in contact te komen met de hogere werkelijkheden waarop het hele bestaan berust. Ook interessant, hè? Als je denkt aan Plato, want hij noemt het aan het begin van de staat, hoe daar het feest wordt gehouden, waarin de mensen die te paard zitten elkaar fakkels doorgeven. En diezelfde fakkels die keerden terug in de mythe van de grot, even later in de staat. Dus dat is een... licht, donker, nou ja, noem maar op. Dus beschouwelijk te worden, in contact te komen met de hogere werkelijkheden. Dat is ook wat er met de filosoof gebeurt. De tijd van de feesten, die wij in feestelijk aangeklede ruimtes vieren, vergaat niet. Het is een hoogtijd. Hoogtijd. Hè? Bloeitijd en bruiloft in één. Het feest schept een tijdloosheid waarin elk zijnsgebrek is opgeheven. Nou ja, kun je heel veel over zeggen, maar toch een prachtige... Maar aan wat voor feesten denken jullie dan nu? Nou ja, dat is precies wat hij als... Dat feest... Dat feest niet meer gevierd wordt. Dat feest wordt niet meer gevierd. Ja. Dat is... Maar dat wil niet zeggen dat je er soms niet... Iets van terug voelt. Ja, ook in je eigen feest probeert te vinden. En hij heeft het ook gewoon over het verjaardagsfeest. Hè? Ja. En dat iets anders is. Met de gay news. Ja, met die gay news. En ja, door er toch zo bij stil te staan, kan je in het vieren van je eigen verjaardag toch iets daarvan terugbrengen, wellicht. Ja, misschien wordt het vrije het meest gevierd. Ja. Dat we dat nog het meest herkennen wellicht, dat je het vrije viert. Heel elementair uiteraard. Om volkerenbevrijding gaat, maar... Voor mij was oud en nieuw altijd, en dat is het nog steeds. Daar kan ik iets van die tinteling voelen. Ik had dat als jongetje al. Ja. Dat kantelen van dat jaar, dat vond ik echt iets magisch. En precies ook dat. Ik zat al in de spanning vanaf... bijna de hele oude jaar. Ik was ook een groot vuurwerkliefhebber. Zitten we wel vandaag de dag, denk ik, bij een nulpunt. Dat menig een van ons zich afvraagt, zal ik het nog vieren? Nulpunt van het feest. Ja. De huidige communicatie, dan wordt er slechts luidkeels geworven. De huidige communicatie is in haar geheel pure werving. Pure reclame als overlevingsvorm. Ze wordt ontketend op het nulpunt van het zijn. Ja. Je gebruikt exact die terminologie. Ja. Nou ja, dat is wel iets wat die tekst doet. Hè? Dat, met natuurlijk wel iets van het ongemak wat ik er ook bij heb, hoor, altijd. Maar niettemin, dit zijn wel, vind ik, weer pareltjes. Ja. Ja. Dus wat hebben we onze kijkers mee te geven, Mark? Jullie een laatste woord. Vita contemplativa. Kunstenaars, raad je het aan? Ja, zeker. Ja, ik had het al over muzikus even genoemd. En ik heb al gemerkt dat bijvoorbeeld, wat is nou de rust? De rust in de muziek. Dan kan je die echt gaan verdiepen. Ja. Zonder rust is er geen muziek. Dat is nu, je had het over rust. Nee, is niet. Dat is ook een vorm van rust. De rust in de muziek. Ja. Of iemand. Ja, maar zo zit het overal in, hè? Dus hij zegt modus, natuurlijk. Voeg nog even mijn punt toe. Hè. De diepste modus van rust is in jezelf rusten. En dat is de voorwaarde waardoor dingen in zichzelf kunnen rusten. En dat is de voorwaarde om überhaupt rust in het leven te krijgen. Maar de voorwaarde is in jezelf rusten. En dat is de vraag die voor mij rond... En dat maakt het alleen maar belangrijk, omdat je je eigen bezinning hier ook aan kunt toetsen. Waar bevindt het zich? Het religieus aan het eind, laten we wel wezen. Er wordt volstaan met de gemeenschap tussen mensen en een harmonie tussen mens en natuur. Prachtig aansluitend overigens bij Benjamin, die een onderscheid maakte, misschien nog mooi te citeren, Walter Benjamin.
In Zum Planetarium, de slottekst uit Einbahnstraße 1928, een onderscheid maakte tussen een eerste techniek en een tweede techniek. En de eerste techniek is het imperialistisch misbruik van de natuur. En daarvoor zijn we gestraft in de Tweede Wereldoorlog. Waarbij de techniek ons, dus een wraak van de techniek. Zo definieert Benjamin daar de Eerste Wereldoorlog. In de tekst Zum Planetarium. Als de wraak van de techniek op haar imperialistisch misbruik. En dat we zijn sinds iets onderweg zijn naar een nieuwe verhouding tussen natuur en mensheid. In de techniek. In de techniek verweven raken met de natuur. Waardoor een nieuwe harmonie zou kunnen ontstaan. Prachtige idee, die vond ik bij Martinus Nijhoff precies hetzelfde. Deze idee, ook in de jaren 30 geformuleerd in een essay. Een nieuwe verhouding tussen natuur en mensheid dankzij de techniek. Wat we herkennen, voor mij was dit openend naar de techniek. Wat die vermag. Maar goed, even terug. Dat is niet het enige bij Benjamin. Voorwaarde daarvoor is bijna, Heideggers, nur ein Gott kan ons retten. En dat is die religieuze dimensie. En dat blijft hier boven hangen. Heeft hij geen problemen mee? Kan ook zijn Aziatische achtergrond zijn? Ik heb bijvoorbeeld met Kawabata, de Japanse schrijver, geen enkel probleem. Terwijl het geen monotheïst is. In enige Joodse of christelijke zin, zoals wij dat zijn, hoe dan ook. Dan ging het om een harmonie tussen mens, natuur en leegte. Maar uiteindelijk is het hoogst verwant met waarheen wij zelf onderweg zijn. Ja. Maar goed, dit is nog even waarom het voor mijzelf een heel zinnig boekje is. Dat het je eigen gedachtegangen ook scherpt enzovoorts. En aansluitend bij Mark zou ik dit iedereen kunnen aanraden die geïnteresseerd is überhaupt in filosofische antwoorden op onze huidige tijd. Ja, dus ik denk dat je er geen algemene kan zeg dit aanraden, want iedereen kan zijn eigen ding erin vinden. Ja. Dus ik heb de muziek genoemd. Ik vind er zelf heel veel over de therapeutische ruimte, wat ook een soort templum is, wat ook een soort themenos is. Omheinde ruimte waar je stil kan staan van je hectische wereld. Zo ervaar ik die plek echt. En waar allerlei dingen waar je die over heeft, het luisteren, de aandacht. De crisis van de religie is een crisis van de aandacht, schrijft hij hier ergens. Ja. Waar al die dingen terugkomen. Of als ik wil nou misschien wat gaan schilderen. Waar gaat het over? Om te leren kijken. Cézanne. Iedereen kan zijn eigen, waar hij zit, kan hij hier iets in vinden. En wat altijd wel allemaal met die contemplatieve dimensie te maken heeft. Dat vind ik buitengewoon zinvol. Iedereen zal het ergens anders een stukje. Misschien moet ik nog één klein stukje voorlezen. Nou ja, moet ik aan denken, omdat jij begint over die techniek die ons de Tweede Wereldoorlog. Dan moest ik opeens aan het vuur, ook vanwege de Prometheïsche film, vanwege Oppenheimer. Over dat vuur. Over dat mooi, vuur, en dat is een mooi stuk, want dan zie je tegenover. Ja. Prachtig, ja. Dat wil ik nog wel voorlezen, omdat. Bladzijde, maar dat is het begin, hè? Dat is bladzijde 16. Ja, 16. En dan moest ik aan Oppen als tegenhanger tegen dat Prometheïsche vuur wat in die atoombom terecht. Ik weet niet of je de film hebt gezien, maar goed. Nee, nog niet. Het vuur spoort, eenmaal bevrijd van praktische verrichtingen, de fantasie aan. Het wordt een medium van inactiviteit. En dan komt er een citaat. Het door de haard omsloten vuur was voor de mens ongetwijfeld het eerste object van dromerijen. Het symbool van rust. Heb je de uitnodiging om te pauzeren. Voor het vuur niet in dromerijen verzinken betekent daarom volgens mij de waarlijk menselijke en oorspronkelijke betekenis van het vuur vergeten. De weldadigheid van het vuur dringt alleen tot je door als je je ellebogen op je knie zet en je hoofd in je handen legt. Deze houding is oeroud. Het kind neemt haar bij het vuur vanzelf aan. En het is niets voor niets de houding van het denken. Zij behelst een heel bijzondere vorm van aandacht die niets gemeen heeft met de waakzaamheid van de wachter of van de observator. Bij het vuur moet je gaan zitten, je moet uitrusten. Bachelaar is dit, hè? Ja, dat is mooi. Hè? Gewoonlijk wordt het vuur met. En nou komt hij weer zelf aan het woord. Gewoonlijk wordt het vuur met het Prometheïsche pathos van de daad en de handeling in verband gebracht.
dat is die Oppenheimer natuurlijk. Daar wordt het helemaal gevierd, uitgegroot. Bachelaars psychoanalyse van het vuur legt daarentegen de contemplatieve dimensie ervan bloot. De houding die de mens voor het vuur al als kind onwillekeurig aanneemt, veraanschouwelijk zijn oeroude neiging tot contemplatie. De contemplatieve inactiviteit onderscheidt de denker van de wachter of observator, die altijd een concreet doel nastreeft. De denker daarentegen heeft geen oogmerk, geen doel voor ogen. Ja, vind ik toch een oproep voor het denken, voor de filosofie. Nou, ja, prachtige teksten ook. Ja. Maar ook dat citaat van Bachelard. Ja, je ziet jezelf al, ik ben ook verkenner geweest 2 jaar. Ja. Nou, je kan vuurtje te kijken. Ja. 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 En je ziet natuurlijk ook de denker van Rodin voor je. Ja. Goed, heren bedankt. En nogmaals, Vita Contemplativa uitgekomen deze zomer bij uitgeverij De Nieuwe Wereld samen met De Haven. En je kunt er veel in ontdekken. Dus aanbevolen bij deze.